Het woord dominant is heel vaak gevallen, maar ik las het ook op de sociale media, dat woord, maar ik dacht van, nee, Michel neemt gewoon initiatief. Ja, kan het ook positief bekijken, want als niemand initiatief neemt, dan blijf je ter plaatse trappelen. Juist, en ik ben heel blij dat je het woord initiatief gebruikt, omdat ik heb het zelf dus ook zo gezien. Ik ben iemand die graag het voortouw neemt, en dat is niet alleen tijdens de proeven, maar dat was ook in de keuken samen met Nick. Of als ik buiten de tuin stond schoon te maken. Ik ben gewoon graag bezig. Ik neem gewoon graag initiatief. Ik lig niet graag niks te doen op de bank. Maar het werd ook een beetje van mij en is vaak ook van Nick verwacht dat we het initiatief namen. Mm. Want om een voorbeeld te noemen met de proef dat we een brug moesten bouwen met dozen. Niemand wilde het doen. Niemand wilde die brug bouwen. En toen zei ja, Nick, wil jij het doen? Ja, Nick wilde het dan doen. Ik zeg, nou, wil iemand anders het nog doen? Nee, ik zeg, nou, zal ik het dan doen? Ja, graag. Mm-hmm. Nou, maar als je vervolgens dan daar kritiek op krijgt, omdat je dan, dan volgens hun dominant bent, ja, dan toen heb ik op een gegeven moment de mensen ook een soort van bij elkaar geroepen en gezegd van, nou ja, ik vind het niet erg om deze rol op mij te nemen, maar laten we het alsjeblieft niet dominant noemen. En ik, ja, mocht dat in het vervolg weer zo naar buiten komen, ja, dan zal ik gewoon een aantal stappen terug doen. En dan, ja, dan neem alsjeblieft dan zelf die rol in. Maar ja, dat werd ook nooit gedaan. En dat was hetzelfde met die balletjesproef, dat tikken. Ja, we hebben iedereen gevraagd, wie wil welk bedrag pakken? En iedereen pakt een bedrag. En er liggen nog twee bedragen, 75 en 100 euro. Dat waren de twee hoogste bedragen. Dus niemand voelt zich ook in de groep geroepen om die 75 of die 100 euro, om de last, de zware last te dragen. En ik vind het niet erg. En Nick vond het ook niet erg. Alleen het is dan wel erg als het je daarna een soort van kwalijk wordt genomen en dat je de stempel krijgt van dominante man. En goed, ik heb het zelf niet zo ervaren. Ik heb wel ervaren dat het gevonden werd. Mm-hmm. Maar daarom ben ik heel blij dat jij het initiatief nemen noemt. Want ik vind dominantie vind ik iets anders. Dat dominantie is op de tafel slaan en zegt, het gebeurt op mijn manier. En dat heb ik nog nooit gedaan. En dan kunnen alle mensen die alle livestreams hebben gekeken en alle programma's hebben gekeken, ze zullen geen moment terug kunnen vinden dat ik op de tafel heb geslagen en heb gezegd, oké, het gebeurt nu op mijn manier en we gaan het zo doen. En dat vind ik dominantie. En dit vond ik gewoon initiatief nemen en inderdaad af en toe de leiding pakken. Wanneer het nodig was. En één proef heeft niemand de leiding kunnen nemen. En dat was ook meteen een complete chaos. Ik weet niet of je die nog kan herinneren. Dat was de proef met de kleurencombinatie. Dat we de slang... ik begreep hem niet, dus ik kon ook niks vertellen. Niemand begreep hem. En dan zie je ook dat het gewoon één grote chaos is. Want op een gegeven moment waren, geloof ik, Naomi en Jill waren in de game room de slang in elkaar aan het zetten. En buiten waren Lise en Julie, waren diezelfde slang weer uit elkaar aan het knopen. Dus ja, dat gebeurt er op het moment dat er geen leiding is. Dus je hebt het nodig in een groep. Maar ik heb heel graag die rol willen dragen. En dat het misschien iets negatiever over is gekomen in sociale media en op tv, ja, dat neem ik dan voor lief. Want ik ben wie ik ben. En nogmaals, ik denk als mensen in het huis, de mensen die me echt hebben leren kennen, dan zal niemand mij omschrijven als dominant.